Vanaf de beenmergtransplantaties ging de kennis snel vooruit. Hierbij werd ontdekt dat stamcellen kunnen uitgroeien tot allerlei soorten cellen. Als stamcellen van een donor de plaats innemen van de eigen stamcellen van een persoon met een genetische mutatie, worden er nieuwe cellen geproduceerd die de genetische fout niet bevatten. Er werden medicijnen ontwikkeld die de stamcellen uit het beenmerg naar het bloed sturen. Hierdoor werd het makkelijker om de stamcellen te vangen voor een stamceltransplantatie. Als de transplantatie slaagt, kunnen bepaalde enzymen of eiwitten weer worden gevormd. Eigenlijk is stamceltransplantatie dus een voorloper van gentherapie. Nu een stukje over de manier waarop een gen zorgt voor de productie van een eiwit. Om te kunnen uitleggen hoe dat zit, wil ik eerst een indruk geven van de schaal waarop alles zich afspeelt. Alles is piepklein. Organen kan je nog wel aanwijzen. Nieren, hart, lever. En die organen bestaan uit verschillende weefsels. En al die weefsels die bestaan weer uit cellen. Die cellen die werken samen om hun taak uit te voeren. Zoals ik al zei, je lichaam is opgebouwd uit cellen. In totaal 60 biljoen cellen. Cellen kan je niet met het blote oog zien. Daar heb je een microscoop voor nodig. Maar al die cellen samen voeren alle functies en taken in je lichaam uit. In dit plaatje staan heel veel getallen die je een indruk moeten geven van hoe klein en georganiseerd alles in het lichaam plaatsvindt. In de cel zit een celkern. De celkern bevat DNA met daarop de genetische code, keurig opgerold in de vorm van chromosomen. Om de celkern heen zit het cytoplasma. Daarin zitten allerlei kleine celorganen, bijvoorbeeld de ribosomen, de lysosomen en de mitochondriën. De cel is omsloten door een membraan, waardoor de stoffen, de eiwitten en de enzymen de cel in en uit kunnen komen. De celkern is constant bezig. Allereerst met het delen en vermeerderen van het DNA, waardoor nieuwe cellen worden gemaakt, die allemaal eenzelfde DNA bevatten als de oorspronkelijke cel. Maar daarnaast ook met het maken van producten voor de cel of voor het lichaam. En dat gaat zo. Het DNA in de celkern wordt opengevouwen. RNA-polymerase maakt een kopie van de DNA-streng. De kopie, de blauwe streng hier, noemen we RNA. Het RNA verlaat de celkern, gaat het cytoplasma in naar de ribosomen. Ribosomen zijn de eiwitfabrieken die het RNA aflezen en de aminozuren die in de cel al aanwezig zijn, in de juiste volgorde koppelt. Aminozuren zijn de bouwstenen van een eiwit. En dit eiwit is bijvoorbeeld een bouwblokje voor spieren of een enzym. Enzymen zijn uitvoerders van bepaalde biochemische reacties. Als het gen nu een mutatie heeft, zoals in vorige dia's uitgelegd, dan is er een verandering in de lettercode. Dan wordt de lettervolgorde op het RNA ook anders. Dan gaat er dus een RNA naar de ribosomen toe met een verkeerde informatie. Dan wordt er ook een verkeerd eiwit in elkaar gezet. Dit is wat er bij stofwisselingsziekte vaak gebeurt. Een bepaald gen heeft een mutatie. En daardoor wordt een bepaald eiwit niet of niet goed gevormd. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor het functioneren van de cellen en dus voor het hele lichaam. Als het zou lukken om een stukje genetische code zonder de mutatie in de celkern te krijgen,
kan weer het juiste DNA en RNA worden gekopieerd, waardoor het juiste eiwit in de ribosomen in elkaar gezet kan worden. En dan hebben we weer een werkend eiwit of enzym. Dit was een lange aanloop om de basis uit te leggen. Een mutatie in een gen zorgt voor een niet aanwezig of niet functionerend eiwit of enzym. En dat kan de stofwisselingsziekte veroorzaken. Als er een ziekmakende mutatie op een gen in de celkern ligt, zoeken we dus een manier om die mutatie te veranderen. Door DNA zonder die mutatie in de celkern te brengen. De meeste gentherapieën die nu worden ontwikkeld, voegen een nieuw stukje DNA toe aan de celkern van sommige cellen. Waardoor steeds meer cellen een kopie hebben van het juiste DNA. Maar er wordt ook nagedacht over manieren om het RNA in het cytoplasma te bewerken, zodat er weer een functioneel eiwit wordt gebouwd. Om vervangend DNA in de celkern te krijgen, heb je een vervoermiddel nodig, wat in staat is om die celkern binnen te dringen. En denk dan nog even aan de schaal waarop alles plaatsvindt. Het is piepklein. We weten dat sommige stoffen in staat zijn om de cel binnen te dringen. Ook virussen zijn daartoe in staat. We hebben over virussen de laatste paar jaar, zonder dat te willen, heel veel gehoord, omdat we met een pandemie van het COVID-19-virus te maken kregen. Een virus is niets meer dan een klein pakketje met DNA dat het lichaam van een mens binnen kan dringen en zich daar kan vermenigvuldigen. Het virus zit verpakt in een omhulsel, een vector. Dat vector zorgt ervoor dat het pakketje ongemerkt de cel binnen kan komen. Als wij bijvoorbeeld ziek worden door een griepvirus, brengt de vector het virus naar de slijmvliescellen van onze ademhalingswegen. Daar spuit het virus zijn DNA in de cellen, waarna onze cellen dat DNA van het virus gaan aflezen. Er worden dan eiwitten gemaakt waarvan nieuwe virussen worden gebouwd, die weer andere cellen kunnen besmetten. Pas als er een besmetting heeft plaatsgevonden, komt ons afweersysteem in actie om dat virus op te ruimen. En door de afweerreactie krijg je koorts en voel je je beroerd. Vectoren die normaal de virussen vervoeren, kunnen dus DNA in een cel brengen. Daarom zijn ze interessant voor gentherapie. De virusonderdelen worden uit de vector gehaald en vervangen door het stukje DNA wat geen mutatie bevat. Een vector heeft dus geen virusonderdelen meer, is dus niet ziekmakend meer en is veilig. Er zijn verschillende typen vectoren. En men kiest de vector aan de hand van het celtype die behandeld moeten gaan worden.